Beste collega's, fijn dat jullie hier zijn en interesse hebben in ons onderwerp. Wij gaan jullie het komende half uur meenemen met hoe Brandweer Kennemerland omgegaan is met het lerend vermogen. Lerend vermogen, dat is voor ons leren van oefeningen en van incidenten om daarmee onze vakmanschap te vergroten. Maar we zullen ons eerst voorstellen. Ik ben Albert Vermeij, werkzaam bij de Brandweer Kennemerland, afdeling vakbekwaamheid. En als werkgroeplid hier aanwezig. En ik ben Karin. Ik werk al enig jaar als HVD bij Kennemerland. En sinds september in een nieuwe functie als kennisregisseur. Even praktisch, wat jullie waarschijnlijk al weten. We hebben een half uur. We zullen ongeveer 20, 25 minuten presenteren. En daarna is er nog tijd voor vragen. Tussendoor via online voor thuis kunnen de vragen ook gesteld worden. En die zal Noortje beantwoorden of in de chat of aan het eind als het hele leuke vragen zijn. Nou, ik wil eigenlijk even starten met een oefening voor jullie. Ja, mag hem klikken. Ik wil jullie vragen om even aan een incident terug te denken waarbij je betrokken was. Mocht je nou niet repressief zijn, denk dan even aan iets, een probleem wat je op moest lossen. Privé of met je werk. Dus ik geef jullie even de tijd om iets in je hoofd te hebben. Gelukt. Ja, en denk dus terug aan het incident en bedenk nou eens wat je goed hebt gedaan. Wat waren de goede dingen die jij gedaan hebt? Waar je denkt van ja, was ik echt wel trots op, is me goed gelukt. Dan gaan we nog een stapje verder. Als je nou weet wat je goed hebt gedaan zelf, weet je ook waarom je dat goed hebt gedaan. Wat heb je nou precies gedaan waardoor dat eigenlijk dat goede resultaten kwam? Weet je dat ook? Ik zie geknik. Ja, oké, dus jullie zijn er al. Nou, nu weet je dus van wat heb ik goed gedaan. Je weet ook al van, oh, dit heb ik. Waarom heb ik dit goed gedaan? Dus je bent al een stapje verder gegaan. Maar heb je dit gedeeld met collega's? Zodat zij ook hiervan konden leren. Deel je goede punten met elkaar. Vingers misschien. Doen jullie dat? Ja, als het onder de 30% is, dan hoef je hand niet omhoog. Jij deelt met collega's? Spreken collega Oeverhout ging over chips inzetten. Daar waren de derde de vierde altijd plaatsen, maar de eerste die met zwemwesten zo ging werken. Oké, ja. Heel goed, hè? Van goede punten kun je ook heel erg veel leren namelijk. Maar misschien heb je het ook niet gedeeld. Dan ben ik wel benieuwd wat de reden is waarom je het niet gedeeld hebt. Heb je wel eens iets niet gedeeld vanwege? Ja, ik ben AGS en ik had verkeerde meter gebruikt en niet gehoord wat ik ging meten. En niemand wist dat, dus die fout was ook helemaal niet relevant. Maar ik vond het voor mezelf nogal een KO. Want ik had moeten kijken hoeveel elektrovolt er nodig was. Allemaal dingen die je wel hebt. Maar ik vind het niet fijn om dat met collega's te delen, omdat het toch een beetje lastig van gezichtsverlies. En zij weten het allemaal wel, dat is mijn gedachte. Nou, nu weet iedereen het, maar... Ja, ik heb helemaal geen vrees voor mijn collega's, dus ik heb het bij mezelf te zoeken. En ja. Ik vind het ook niet oké, want ze vertrouwen op mij voor veiligheid en ik maak een cruciale veiligheidsfout. Dat is dus echt niet oké. Dus die je waarschijnlijk nooit weer zult gaan maken, gok ik zo. Sorry? Die je nooit weer zult gaan maken. Nee. Dus jij hebt in ieder geval wel van geleerd. Hoe erger je schaamt, hoe sterker je leert. Ja. Zullen we gaan onthouden. Ja. We hadden het net even over de oefeningen. Wat gaat goed en waarom gaat het dan goed? Maar ja, helaas gaat gewoon niet alles goed. Was het maar waar, hè? Mijn collega Harm Balk heeft wel eens gezegd, als ik klaar ben met de incident, geef ik mezelf echt een dikke 10. Tegen de tijd dat ik thuis ben, denk ik, nou, misschien was het gewoon wel een 8. En de dag daarna, als ik wakker word, denk ik, nou, misschien was het toch wel een 6. Want er zijn natuurlijk altijd leerpunten. En dat is ook logisch. Weet je, je leert altijd van incidenten. Want nou, dat zit nou één keer in ons vak. Je hebt hoge tijdsdruk, je moet moeilijke beslissingen maken die hele grote gevolgen kunnen hebben. Dus het is gewoon echt wel heel erg lastig. Je kunt niet een incident hebben waar geen leerpunten in zitten, omdat dat gewoon niet gaat. En gaandeweg, als je langer over nadenkt, dan zul je inderdaad bedenken van ja, het ging niet altijd goed. Dus ik wil jullie nog eens vragen, ga terug naar het incident van het begin. En bedenk nou eens wat minder goed ging. Wat ging er nou helemaal eigenlijk niet helemaal goed bij jou? Hebben we hem? Of is die lastiger? Of vergeten we die heel snel misschien? Nou, de vervolgvraag weet je denk ik al. Waarom ging het nou niet goed? Waar lag dat nou aan? Weet u dat ook? Of is het een lastige vraag?
Ja, zou je dat een lastige vraag vinden? Of? Nee. Je weet hem? Ja. Prima. Dit kan heel lastig zijn. Als ik even naar een voorbeeld denk. Stel, jij zegt tegen de ploeg. Je mag niet meer naar binnen toe en dat gebeurt toch. En daar, nou ja. Weet jij dat überhaupt, dat die ploeg naar binnen is gegaan? Heb je dat gezien? Of misschien heeft iemand het jou verteld? Maar weet je ook waarom ze naar binnen zijn gegaan? Dat kan natuurlijk zoveel redenen hebben. Het kan zijn dat mijn commando niet duidelijk was. Het kan zijn dat iemand op het verkeerde portokanaal stond. Het kan zijn dat er heel veel lawaai was, waardoor ze jou niet gehoord hebben. Maar het kan ook iets persoonlijks zijn, dat ze een persoonlijk issue met jou hebben, waardoor ze denken, nou leuk Karin, maar we gaan toch even naar binnen, en we gaan toch even kijken daar. Dus het kan best heel lastig zijn, door te bedenken van, joh, waarom is dit nou gebeurd? Waarom is die fout gemaakt? En inderdaad, ligt die dan bij mij? Ligt die bij een ander? Ligt het aan ons samen? Dat is best wel interessant om te onderzoeken. Nou, als je nou even weer teruggaat naar het incident van net en je hebt bedacht van oké, dit ging eigenlijk niet helemaal goed en hopelijk weet je ook waarom dat dan niet goed ging. Heb je dat ook gedeeld met collega's? Of is dat van andere orde? Zit er verschil in of het goed ging of niet goed ging of je iets deelt? Ik denk dat puur voor mezelf, teruggaan naar het incident waarvan ik dan dacht, oké, dat is heel toepasselijk om met de brandweer. Dan ben je gefocust op, oké, ik moet de brand bestrijden, ik ga naar binnen, we gaan die brand dus even maken. Vervolgens alle risico's die boven mijn hoofd zaten, ik heb hem niet gezien, daar kwam gelukkig. Letterlijk boven je hoofd. Letterlijk boven mijn hoofd zaten. Daar kwam dan gelukkig de destijds was het gewoon de commandant van de brand. Die hadden netjes aan de kraag terug van je gaat buiten staan en naar binnen schuiven en niet naar binnen. Dus dat hebben we toen, wat heb je daarvan gedeeld? Dus je hebt er sowieso van geleerd van oké, of tenminste in die zin van je moet je laten verleiden, maar de kans is van dat het overkomt je bijna elke keer. Ja. Dat is van de mensen op het vak dat niet. Ja. Nou, even voor de mensen thuis. Ja, sorry. Ja, het is lastig, hè, wat ik zei, tijdsdruk, moeilijke beslissingen. En soms dan zie je kunt gewoon niet alles zien. Dat lukt gewoon niet. Het is heel makkelijk om maanden later met rapportages te bedenken. Ja, maar toen had je een andere beslissing moeten nemen. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. En je bent inderdaad erop gewezen door je collega. Die zei van, goh, je staat binnen, je had echt buiten moeten staan. Misschien alle de punt, ik weet niet of die toen al was geweest. Dat je denkt van, ja, ga nu vanaf buiten naar binnen. Die was er nog niet, oké. Okay. Maar goed, het is soms best lastig om te delen. Hè? Zeker als het niet goed is gegaan. Want jij zei van nou, ik heb hem maar even niet gedeeld. Ik denk, nou, dat begrijp ik wel. Het kan zijn omdat je denkt van ja, dit was pech. Normaal doe ik het echt altijd goed, dus ik hoef het niet te delen. Of dit overkomt helemaal niemand. Of ik denk van nou ja, ik ga wel zelf ermee aan de slag. Maar het kan ook gewoon zijn dat je bang voor de reacties van je collega's bent. Wat jij ook een beetje noemde. Het kan zijn dat je denkt van ja, ik ga het toch echt maar niet delen. Nou, deze oefening zijn we even ingegaan op inderdaad op leerpunten. Goede punten waar je van kunt leren. Minder goede punten waar je van kunt leren. En delen van informatie en leerpunten. Want als we niet met elkaar delen en het niet melden aan elkaar, dan kunnen we ook heel moeilijk leren. Kennemerland is ermee aan de slag gegaan. Omdat hij ook dacht, ja, wij moeten daar wat mee met die lerende organisatie. En Albert zal vertellen hoe dat hele proces gegaan is. Ja, dankjewel Karin. Het is alweer een aantal jaren geleden dat we hiermee gestart zijn. En we zijn begonnen met een evaluatieprotocol vast te stellen. Elk groot incident of bijzonder incident zou standaard geëvalueerd worden. En dat wordt gedaan onder leiding van een daarvoor opgeleide evaluator. En alle betrokken leidinggevenden zijn daarbij aangesloten. De resultaten van zo'n evaluatie worden samengevat en op papier gezet. En dat noemen wij dan een infographic. En dit is een voorbeeld van zo'n infographic, waarin staat de vaste onderdelen, een blok, voor een samenvatting van wat is het, een korte beschrijving van het incident. Welke eenheden waren erbij betrokken? Hoe liep het incident in qua tijd? Maar natuurlijk ook, wat waren de plus- en de minpunten? Oftewel, wat ging heel goed en wat kan beter? Al die informatie ging eigenlijk op zo'n infographic naar alle ploegen en alle posten toe. Dat werd breed gedeeld. Dat heeft ons veel opgeleverd, veel leerpunten. Maar wat nog veel belangrijker is, is eigenlijk de cultuur om dingen die goed gaan, maar ook dingen die niet goed gaan, met elkaar te delen en bespreekbaar te maken.
Maar nu delen we de leerpunten wel met elkaar. Maar het onthouden, het borgen daarvan, dat is toch nog wel een vak apart. En door al de tijd heen zijn wij gekomen tot de conclusie, we willen doorontwikkelen met dit evalueren. En dat heeft geresulteerd in het samenstellen van een werkgroep. Een werkgroep vergrotend leren. Die werkgroep bestond uit een aantal mensen van repressie, van vakbekwaamheid, van andere afdelingen. En waaronder bijvoorbeeld specialisten zoals Team Brandonderzoek. We hebben daar een aantal methodes voor gebruikt, zoals brainstormen, stellingen hebben we gebruikt, enquête. En we wilden vooral met alle mensen in gesprek, want leren is iets persoonlijks. Ik leer op een andere manier als Karin. En zo leert ieder mens op een andere manier. Maar toen kwam corona en konden wij niet meer zo live in gesprek met mensen. We hebben dat wel gedeeltelijk geprobeerd door met Teams te gebruiken. Maar we hebben ook stellingen gebruikt. En dan via de vorm van een Kahoot. Waarschijnlijk jullie wel bekend. Die Kahoot-stellingen waren vooral input om het gesprek aan te gaan. En ter afsluiting hebben wij een enquête gehouden onder alle personeelsleden, zodat iedereen ook zijn of haar inbreng kon geven. Nou, een voorbeeld daarvan zie je hier op het scherm. Zo'n brainstormsessie hebben we zo breed mogelijk gekeken. Van individu naar organisatie, naar veiligheid, naar leermethodes. We hebben een voorbeeld van de Kahoots. Daar hebben we met name een aantal repressieve ploegen echt inhoudelijk het gesprek aan kunnen gaan over deze stellingen. En collega's hebben gelukkig ook bij de enquête hun mening gegeven of hun ideeën gegeven. We hebben al deze informatie verzameld, geclusterd, geanalyseerd en we hebben een verdeling gemaakt. Deze informatie geldt voor individuen, voor leerstijlen en leerproducten, maar het betekent ook wat voor de organisatie en voor de cultuur. En op basis van deze informatie zijn we het rapport gaan schrijven. En we zijn begonnen met wat doelstellingen. En die gaan eigenlijk kort samengevat over het continu leren, dus constant energie erop zetten. Bereidheid tot het delen van informatie. Mooi voorbeeld is om incidenten bij je te houden, maar het is veel leerzamer om het te delen. En ook je eigenaarschap bij het leren. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen vakbekwaamheid. Wij hopen hier daar dan ook wel te bereiken dat er minder ongelukken of bijna ongelukken gaan gebeuren. Om dit herkenbaar te maken voor mensen, want leren is best een groot container, hebben we nagedacht over een beeldmerk en een naam, een pakkende naam. We hebben gekozen voor de naam Brandstof, met een eigen logo erbij. Brandstof is hierbij dan ook de energie die het leren en ontwikkelen en het groeien aan de gang houdt. We hebben een rapport geschreven, een adviesrapport. En toen we eenmaal aan het schrijven waren, werden we eigenlijk best wel verrast hoe ambitieus we waren en hoe breed leren eigenlijk is. En om dat toch richting te geven, hebben we ons gericht op 3 speerpunten. En een van die speerpunten is een veilige cultuur. Een andere is ook een organisatie die het leren moet stimuleren, faciliteren. Dus je hebt er ook tijd voor nodig. En er is behoefte aan vernieuwende leerproducten. Ieder leert op zijn eigen persoonlijke manier. Dus je leerproducten moeten daarop ook afgestemd zijn. Uiteindelijk staan er in het rapport hele concrete voorstellen en dat heeft het management dan ook omarmd. Nou, Albert heeft helemaal verteld hoe het allemaal gedaan is, wat de afgelopen periode gebeurd is. En nou ja, wat hij zegt, iedereen leert op zijn eigen manier. Dus degene hier of thuis die meer leren van plaatjes dan van doseren, hebben wij een animatie
waarin een vogelvlucht jullie horen en zien wat er allemaal gebeurd is. Het duurt iets minder dan 5 minuten. Binnen Brandweer Kennemerland is een grote behoefte om meer te doen met leren en het borgen van leerpunten. En dat is mooi, want zo vergroten wij ons lerend vermogen. En een groot lerend vermogen stelt ons weer in staat om ons werk nog beter te doen en ons sneller aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden in ons vak. Denk eens terug aan het laatste incident waarbij je betrokken bent geweest. Er zijn hierbij vast dingen heel goed gegaan en er zullen ook punten zijn die je een volgende keer mogelijk anders zal aanpakken. Door nu juist die ervaringen continu met elkaar te delen en te borgen, kunnen we samen leren en verbeteren. Dat doen we bij ons onder de naam Brandstof. Met Brandstof willen we meerdere doelen bereiken. Het stimuleren om ervaringen te delen en samen te leren. Continue verbetering van de brandweerorganisatie. Het voorkomen, beperken of verzachten van ongevallen of bijna ongevallen. Het vergroten van eigenaarschap als het gaat om in actie komen als we ons optreden kunnen verbeteren. Signaleren van en ingrijpen bij ongewenst gedrag of risico's. En juist ook door de positieve initiatieven te stimuleren. De afgelopen jaren zijn er al grote stappen gezet op het gebied van leren. Maar er zijn zeker ook nog stappen te zetten. En hier hebben wij elkaar voor nodig. Wij nemen jullie mee in deze stappen op basis van 3 succesbepalende factoren. Ten eerste, cultuur. Wij gaan onder andere werken aan de manier waarop wij met elkaar communiceren, feedback geven en ontvangen. Ook dienen we er allemaal meer van bewust te worden dat we alle onderdeel uitmaken en eigenaar zijn van het leren. De motivatie om te leren dient echt vanuit onszelf te komen. Wij spelen de belangrijkste rol in het delen van kennis en ervaring. Alleen op deze wijze kunnen wij groeien en verbeteren. Ten tweede, organisatie. Een belangrijke rol binnen onze lerende organisatie is er voor de kennisregisseur. Deze collega is een aanjager van het lerend vermogen en als spin in het web een schakel tussen de diverse teams en afdelingen. De kennisregisseur werkt nauw samen met Team Brandstof. Het team bestaat uit een vaste kern vanuit verschillende afdelingen, maar kan aangevuld worden met specialisten, afhankelijk van het onderwerp. Zij zorgen voor analyse, opvolging en borging van de leerpunten. Zo zullen we leerpunten verwerken in onder andere procedures en bijvoorbeeld terugzien in oefeningen. Dit alles zal stap voor stap gaan door middel van een verbetercyclus. Daarnaast kunnen we alle bijdragen door structureel de After Action Review te blijven toepassen en First Impression Reports in te vullen. Verbeterpunten en aanvragen voor evaluaties kunnen nu gemakkelijk gedaan worden door middel van de Addy-app en brandstofmail. Ook zal er meer gebruik worden gemaakt van digitale middelen zoals het kazerneinformatiesysteem en de ELO. Ten derde, leerproducten. Naast verder gaan met wat er al opgezet is om te kunnen leren, is het van belang om te experimenteren. Met mensen zelf hun ervaringen te laten delen. Met innovatieve leerproducten en digitale middelen. Bijvoorbeeld een film waarin iemand vertelt over zijn of haar belevingen tijdens een incident. Een discussievorm of leerpunten uitwerken tot een praktische oefening. Bij de ontwikkeling van nieuwe leerproducten spelen we in op de verschillende leervoorkeuren. Door een divers aanbod aan leerproducten te leveren en combinaties te maken, kan een ieder op zijn of haar manier leren en verbeteren. Ook is het van belang om meer tijd vrij te maken om leerproducten met elkaar te bespreken. We kijken ook naar goede voorbeelden uit andere regio's, en we delen onze successen. Dat zorgt weer dat we het lerend vermogen vergroten. Dus, heb jij een verbeteridee of leerzaam incident meegemaakt? Heb het hier dan over met jouw collega's. Deel je verbeteridee of maak een evaluatie aan via de Addy-app. Of stuur een mail naar brandstof@vrk.nl. Nou, hopelijk was de animatie duidelijk. Nu zie je een hele mooie toekomstplannen die we natuurlijk hebben. Een aantal zaken die lichten we er even uit, omdat we daar ook mee gaan starten. Nou, het aanstellen van een kennisregisseur, dat is gelukt.
poppetje lijkt nog niet helemaal, maar dat moeten we nog even aanpassen, denk ik. Ja, september ben ik gestart, dus die is begonnen in ieder geval. Nou, die lerende houding willen we inderdaad gaan doen door bijvoorbeeld trainingen te geven, feedback ontvangen. Ik denk dat jullie dat zelf ook wel herkennen, dat soms best wel ingewikkeld is. Weet je, hoe geef je nou op een positieve, goede manier feedback waar de ander niet van dicht slaat, maar waar de ander van op reageert. Of samenwerken kun je ook trainingen voor geven. Dat kun je repressief doen, kun je ook met de afdelingen doen. Het team brandstof werd al genoemd. We hebben natuurlijk een aantal collega's die is al echt geruime tijd bezig met dit onderwerp. En we willen het professionaliseren. We willen echt een team brandstof gaan maken die zich bezighouden met het analyseren van incidenten en met het leerpunten borgen. Die heb je gewoon nodig. Naast het team brandstof heb je ambassadeurs nodig. Je moet zorgen dat mensen binnen de posten, dat die ook enthousiast zijn en dat die ook de informatie van het team verder brengen binnen de organisatie. Het evalueren werd al genoemd. We doen al best wel veel op het gebied van evalueren. Maar er gaan een aantal mensen weg, dus we moeten de pool verversen. We moeten zorgen dat erbij wordt geschoold, dat er wordt opgeleid. Dat als er een evaluatie is, bij bijzondere of grote incidenten, dat het een veilige leeromgeving is. Dat de juiste vragen worden gesteld. Want ook daar geldt, als het niet veilig is en als het niet goed voelt, dan wordt er gewoon heel weinig gedeeld. Leerpunten uitbreiden is ook al eventjes genoemd. De infographic hebben we gezien, maar inmiddels heb ik in het land nog mooiere infographics gezien. Dus ik denk dat we dat moeten doorontwikkelen. En daarnaast podcast, films. Nou, wat iemand maar nodig heeft, dat moeten we natuurlijk gaan ontdekken. En dat moeten we mee gaan experimenteren. Zodat iedereen daarmee kan leren. De ene wil zo'n rapport, de ander wil een podcast in de auto horen. Misschien de belangrijkste wel. Je kunt alles wat boven water halen, alle leerpunten. Maar als je het niet borgt binnen je organisatie, zul je elke evaluatie dezelfde punten krijgen. De waterwinning was te laat. Commando ging niet goed. Iemand stond op het verkeerde kanaal. Weet je, al die dingen krijg je steeds weer. Dus je moet zorgen dat je het borgt binnen de organisatie. En daar heb je je collega's voor nodig. Vakbekwaamheid kan het in de oefeningen zetten. Operationele voorbereiding kan het in de planvorming wegzetten. En op die manier, door met samen te werken met de afdelingen, wordt het ook iets van de hele organisatie. En is het niet iets van alleen team brandstof. Nou, de ADI-app hebben we het net al even over gehad. Ik weet niet of de VK-app, ik weet niet of meer regio's die hebben. Er staat informatie over bluswater, over C2000, over kleding die je wil vervangen. Maar ook een icoontje brandstof, zodat mensen kunnen aangeven, ik wil graag een evaluatie inbrengen. Of ik heb leerpunten in te brengen. Ze kunnen ook via het mailadres natuurlijk informatie inbrengen. brandstof@vk.nl. Dus we hopen op die manier ook dat we op een laagdrempelige manier collega's kunnen helpen dat ze in ieder geval leerpunten gaan delen met ons. Die is ook even voor jullie, vandaar dat je omcirkeld is. Want we hopen ook, ik denk dat heel veel regio's mee bezig zijn. Ik hoorde een collega al inderdaad, Noord-Holland Noord. We willen heel graag ook van jullie leren en van elkaar leren. Want het is niet iets wat wij alleen moeten doen. Het is iets wat we landelijk moeten gaan oppakken. En je hoeft niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Dus graag ook jullie tips en ideeën en vragen via onze brandstofmailadres. Nou, dit was het einde van de presentatie. We hebben natuurlijk maar een half uur. Ik weet niet of we nog tijd voor vragen. Ja, 5 minuten. Nou, keurig. Uit de zaal vragen. Ja. Ja, jullie hebben onderzoek gedaan, zeg maar, naar hoe jullie gekomen zijn tot team brandstof, zeg maar. Dat is eigenlijk het resultaat ervan, denk ik. Dat onderzoek met jullie eigen conclusies en bevindingen en aanbevelingen, is dat te verkrijgen? Ik zie heel veel herkenningen dat wij in Noord-Holland Noord ook doen en ook al mee begonnen zijn. We zijn nu 5 jaar bezig. En we hebben spelende wijze al een lerende leerorganisatie, een leersysteem bedacht. Ik vind het wel interessant om te lezen van uit basis van onderzoek of dat een beetje strookt met wat wij aan het doen zijn. En ja, de vraag of het adviesrapport gedeeld kan worden. Ja, dat kan gedeeld worden. Ik moet hem herhalen, dus vandaar dat, dat ik dat even doe. Nou, met alle plezier delen we dat adviesrapport natuurlijk. Dat is wel gericht met concrete adviezen voor onze organisatie. Maar het zou mij verbazen als dat niet landelijk geldt. Dus dat gaan we delen. Stel de vraag via de mail brandstof en we gaan dat delen. Hoe halen jullie al die aards op? Die after action reviews? Gebeurt eigenlijk, nou ja, ik zal naar jou gaan. Gebeurt eigenlijk op het moment dat we gaan evalueren. De AARS, de After Action Reviews, zijn vooral erg ploeggebonden, voertuiggebonden. Dus dat proces dat loopt redelijk goed. Daar krijgen we ook wel eens terugkoppeling van. Maar de First Impression Reviews, dat is van de leidinggevende.
Ja, daar moet ik eerlijk zeggen, moeten we af en toe de leidinggevende nog wel eens achter de broek zitten. Om hun... Je moet een mailtje maken. Nee, hoe ze dat kunnen doen. Wij gebruiken veiligheidspaspoort. Daar vul je in dat je daar aanwezig geweest bent. Dan kan je meteen een VIR invullen. Staan alle gegevens er al in. En je kan aanvragen of je een evaluatie wil. Het lastige is gewoon dat veel mensen de moeite daar niet voor nemen of de weg niet toe weten. Want het is zeker geen onwil, maar soms onwetendheid. En daar is een van de punten waar we aandacht aan gaan schenken. Dat is natuurlijk mooie input voor mij om mee aan de slag te gaan. Volgens mij was er ook een online vraag. Nou, meer een mooie aanvulling. Dat het vooral gewoon heel erg gaat om je veilig te voelen, je gemak te voelen en ook een bepaalde veiligheid te bieden. Ja. Volgens mij dat een mooie aanvulling. Ja, om te kunnen leren en om informatie te delen, moet je een veilige leeromgeving creëren. Ja. Verder vragen die van belang zijn nu even? Complimenten. Laat u alleen complimenten, zal ik even herhalen. Uit de zaal nog vragen? Ja. Oh. In hoeverre toetsen en monitoren jullie of de producten die je maakt passen bij de doelgroep? We gaan er nu mee beginnen met nieuwe producten. En een van de producten is bijvoorbeeld die infographic. En hebben we gewoon letterlijk aan de mensen gevraagd in die stellingen. Van vind je dit nou voldoende voor je om te leren of is dat niet voldoende? En de feedback die we gekregen hebben is dat het heel gevarieerd is. Met name afdelingen lezen makkelijk en vinden het prima. Maar repressieve mensen willen heel graag een film zien. Ja. Hoe zou je uiteindelijk de truc zien? De oefening zien. Laten we ook even meedenken in dat proces. We zullen ook heus producten maken waarvan je denkt van, hey, het wordt eigenlijk niet gelezen of het wordt niet. Ik zat gisteren met een bevelvoerder te praten. Hij zei, als de infographic gepastificeerd op de koffietafel ligt, dan wordt hij wel gelezen. Ik zeg, maar hoe komt hij daar? Ja, dat, nou ja, dan moet ik hem in de mail hebben gezien of ik moet hem per post hebben ontvangen en dan moet ik hem op de koffietafel leggen. En dat kleine stukje, want hij zegt, er wordt echt over gesproken, we gaan hem ook doornemen, maar hij moet er wel even liggen. Dus dan moet je wel zorg voor dragen dat het gebeurt. Ja. En, nou ja, we hebben natuurlijk onderwijskundigen in huis, docenten in huis. Dus die kunnen ook meedenken. En ook uit het land, IFV kan meedenken. Oké, wat zijn nu goede leerproducten? En dan zul je een keer de plank misslaan. Maar dat is ook niet erg, denk ik. Daar leer je ook niet van. Nou, we gaan experimenteren daarin. Ja. Ja. Ik zag nog een vraag, toch? Of... Ja, een klein, heel kort. Laatste, ja, denk je, ik. Voel je, ja. Nou, brandstof is vooral monodisciplinair. En dat was al, zoals we al zeiden, uitdagend genoeg om dat concreet te maken. Multidisciplinair staan er al ook wel vaste evaluatiemomenten. Elke grip wordt bij ons standaard geëvalueerd. Maar dat is meer op een papieren basis. Een papieren evaluatie en niet live zoals wij het nu doen. We hebben nog zeker een stap. Wat zeg je? Landelijk platform kikken. Nou, ik ben al een beetje aan het rondbellen met de regio van, ik weet dat er een kennisregisseur is en het lijkt mij heel goed om inderdaad wel, om dat inderdaad te gaan doen. Zelfs in Noordwest-4-verband waar wij zitten hoorde ik dat er nog niet heel erg veel contact is, volgens mij. Ik denk, nou, dat is de eerste stap. We hebben dat gepoogd, maar dat is dan nog steeds, ook omdat personeel wisselt nogal. Ja. Per regio is dat moeilijk om de verbinding te houden. Er is wel een landelijk platform, dus de kennisgroep. Maar dan moeten wel de districten op aansluiten, denk ik. Dan moet je de 6 districten samen hebben. Ja, iets in de vakraden en ik hoop dat we volgend jaar wel iets vaste vorm gaan krijgen. Ja, nou ja, er is natuurlijk al een... Je hebt inderdaad wel, Ricardo houdt zich er heel erg mee bezig. We hebben natuurlijk wel een netwerkdagen en dergelijke. Dus is wel het een en ander, maar het is volgens mij, als ik... Wat ik gehoord heb, nog niet helemaal gestroomlijnd. Dus dat is wel een van de dingen die ik op mijn lijstje heb staan. Ja. Ik denk dat we moeten afsluiten, want er komt nog een groep na ons. Dank voor je aandacht. Dank je wel.